Welkom bij weer een nieuwe video van Esty's Creations. Ik ben Esty en ik neem jullie mee op mijn bullet journal avontuur. Deze video gaat over het maken van mijn coverpage voor 2024. Deze maak ik in mijn eigen ontwerp qua bullet journal. Het is een B5 bullet journal, dus lekker groot. En natuurlijk begin ik met het schrijven van mijn naam op de voorpagina. Omdat dit nogal een tijdrovend klusje is, brushletteren, heb ik dit voor jullie versneld. Als eenmaal mijn naam er staat, is het natuurlijk tijd om gewoon echt te beginnen. Die eerste pagina is altijd een beetje een onkige pagina, dus daar wilde ik wat anders mee doen. Doodeng vond ik het om een schaar erin te zetten, om een gat te maken in mijn pagina, maar ik heb het toch gedaan. Dus het allereerste wat ik in mijn nieuwe bullet journal heb gedaan, is gelijk een gat maken in de eerste pagina. Wel mooi om te zien trouwens hoe gelaagd het papier is. Dat kon ik dus zien door dat ik er een gat in gemaakt heb. Ook dit heb ik eventjes versneld, want ik wilde wel gewoon een mooi rond gat hebben. En elke keer weer kwam er een soort van vierkant geheel uit. Dus ik ben er eventjes een poosje mee aan het klooien geweest. Ineens werd het een heel groot gat. Maar ik heb een leuk ideetje mee. Ik wil er een zwart papiertje achter doen. Ook in dezelfde ronding als dit gat. Dus vandaar dat ik eerst met een potlood alle lijntjes heb of in ieder geval het hele rondje heb nagelopen. Zodat ik het zwarte papier op de juiste maat uit kon scheuren. En deze ga ik er dus straks achter plakken. Ik vind het altijd wel leuk om een bullet journal die ik voor een heel jaar gebruik, want deze B5 zal ik voor een heel jaar gebruiken, om daar ook gewoon een mooie coverpage voor te maken. Ja, als start van deze nieuwe journal. Ja, hier schrijf ik dus 2024 op het zwarte papier. En hiervoor heb ik de nieuwe Glitter Adding brushpennen gebruikt. Ze zijn heel juicy, heel pigmentvol. Er zit enorm veel glitter in. Je ziet het hier niet heel goed. Maar omdat ze zo juicy zijn, zou ik ze niet direct in je journal gebruiken. Dus als je ze voor je journal wil gebruiken, dan zou ik echt aanraden om hier een apart papiertje voor te gebruiken en het dan in je journal te plakken. Om de cijfers wat meer te accentueren en ze duidelijker te maken, heb ik met een zilveren metallic pen een schaduwlijntje gezet. En daarna werd het tijd om het gat in mijn pagina mooi te maken. Wat ik heb gedaan is dat ik met een inkpad van de Action de randjes wat kleur heb gegeven. Ik heb hier verschillende tinten groen voor gebruikt om wat meer diepte aan de pagina te geven. En als laatste, het lijkt een beetje olijfgroen, maar het is een beetje goudachtig wat ik heb gedaan om er wat glim aan te geven. En daarna werd het tijd om de rest van de pagina te decoreren. En ik wilde het simpel houden, omdat je het een heel jaar leuk moet vinden. Dus niet echt te veel thema-achtig. Maar ja, simpel. Uiteindelijk ben ik wel redelijk all-out gegaan hoor. Ik heb takjes getekend en omdat ik een vrij fijne fineliner heb gebruikt van Micron de 01, heb ik elk lijntje eigenlijk twee keer gezet. Waardoor het een heel grappig effect heeft gekregen. En als laatste heb ik wat stipjes en zilveren dingetjes allemaal op de pagina gezet om het iets op te vullen. Die leegtes hou ik eigenlijk nooit leeg. Ik vul het altijd op met kleine elementjes en dingetjes. Om het meer één geheel te maken. En dan is het tijd voor de tweede coverpage voor 2024. Want ook deze pagina wilde ik natuurlijk wel decoreren. Ik heb dezelfde soort takjes gemaakt. Maar in plaats van zwart heb ik nu een... ik ben begonnen met een groene metallic pen en de blaadjes heb ik met een groene glitterpen van Jelly Roll gedaan. Deze keer heb ik wel de lijntjes enkel gezet en niet dubbel. Maar al met al was het nog steeds best een hoop werk.
En als decoratie heb ik met een Pentel Touch pen, eigenlijk met een soort van stempel effect, heb ik kleine hartjes ertussen ingezet met de groene Jelly Roll nog wat kringeltjes en stipjes. En dan is de pagina klaar. Ik zal het ook nog eventjes van dichtbij laten zien, zodat jullie ook de tussendingetjes een beetje kunnen zien. En natuurlijk ook de tweede coverpagina. En dan is het tijd om met de andere pagina's van 2024 te beginnen. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.